je puur is aan het drinken, dat je blij dat je dan melk en suiker en slag of een koekje en wafelje bij ligt. En waarom? Waarom? Om te verdoezelen wat in die tas komt. Als dat daarbij moet liggen, ja, deugt dat er niet wat in de tas komt. En kijk naar koffiereclame op televisie, zit je meestal een kleikopje. Een kleikopje. En wordt altijd puur geproefd. Altijd. Ja, ja. Kijk, en die koffies die daarin zitten, die verkopen wij. Maar ja, dat is wel de duurdere koffie. Dus een echte koffie moet je maar zonder melk en suiker drinken. Ah ja, koffie wordt niet gedronken met melk en suiker. Ja. Dat is al, die bonen zijn die al klaar of moet je erop gemaakt? Nee, allee, nog branden. Die zijn al klaar. Ja. Ah ja, oké. Okay. Dus dat is aan branden binnen. Maar hoe doet u dat? Met vuur? Ja, onderin kijk. Oh ja, dat is vuur, ja. Dat is met kast zeker, hè? Kast, ja, ja. Oh, oké. Okay. En wordt dat altijd zo gedaan? Altijd, ja. Nooit, niet met elektrische of zo. Dat wordt nu nog gedaan. Ja, ja, ja? Je hebt ook elektrisch, hè? Ja, elektrisch is wel te duur, hè? Dus, En hoe oud is dat misschien? Dit is, dat zal 30 jaar oud zijn en dat is een jaar oud. Maar dat is hetzelfde principe. Die? Ja. Dit is 20 kilo en dat is 5 kilo. Ah, jij haalt die zo eruit. Ja, om te kijken. Ah, als die goed zijn. Mijn ogen moeten wennen. Als ik heel te nu in de buurt kijken ben en dan. Dat duurt dat heel raar, dus ik moet dat juist zien, hè. Ja, ja. Dus je bent dan kijken als die goed zijn. Ja, ja. Die waren nog niet goed volgens je. Die gaat je dat terug ingooien dan? Ja, als je kijkt, dan naar de kleur, hè. Ja, maar dat gaat je dat terug ingooien. Kijk. Is je nu? Dus ah, gaat, zo nu gaat die goed zijn. Ja, nu gaat hij eruit komen, hè. Ah, dat is voor af te koelen, ja, dat daar rond draait. Ja. En de wagen komt wat achter zo goed. En dat is een zuiger onder. Ja. Nou, dat is ook niet, dat is een ventilator die zo naar buiten gaat. Ja. Maar als je nu hier bovenin, dat is dan de ongevallen koffie. Ah ja, ik zie het, ja. Die ga ik nu hier, die ga ik hier in de ding gaan. Ja. Nou, die is ook zwart, ja. Als je dit ruikt, dat is gisteren gebrand. Ja. Dit ruikt heel vuil. Ja, ja. En als je nu dan dit hier boven ruikt, dat ruikt zo niet, lekker niet. Dat ruikt bijna niet. Dat is het, wat, dat is het, dat wat ik niet. Ja, dat is dus handig. Die ga je laten zakken dan. Die ga ik laten zakken, ja. Er zijn twee soorten dan wat je niet in doet. Die ben je gemengd aan het maken. Ja. Ah, dat zijn maar drie soorten dan nu. Ja, dat zijn er nog meer. Nee, nee, dat je dat in een emmer doet. Ja, ah ja, twee soorten heb je gedaan. Ik heb nu al twee soorten gedaan. Dat is de derde soort. Ja. Vier helemaal. Nu zijn dat vier soorten per emmer dan. Ja, maar dat komt er ook bij. Dat wordt weer een heel ander soort koffie dan. Ja, ja.
En hoe noem je dat wat je niet aan het mengen bent? Dat wordt een mokka. Ah, een mokka? Dat wordt een mokka. Ah, dat is een mokka, dat is allemaal verschillende soorten koffie door elkaar. Ja, dat doe ik. Ik kan dat ook. Maar in de winkels ook dat? Nee, ja, in de winkels wordt ook een meng, maar ik kan dat ook. Jan heet of Mickey, ik geef daar een naam, en wij hebben die mokka genoemd. Ah ja, oké, maar smaakt dat naar mokka? Nee, het smaakt. Mokka moet ik gewoon zeggen, het is krachtiger dan koffie. Ah ja, oké. Dus eigenlijk help je ook veel arme landen met koffie maken, hè? Ja, jullie verkoopt dat toch, hè? Dan wordt dat daar geoogst en zo, hè? Ja, maar het grote geld vindt toch altijd hier met die invoerders. Dus. Ja, dat weet ik. Maar ja, jullie, die worden ook geholpen daar in die landen, hè? Ja. Dus jij draagt daar een steentje bij, hè? Ja, maar ja, dat is een druppel op een hete plaat, hè? Ja. Dus hoeveel soort kop is dat niet? 8? Ik heb 8 geteld, denk ik. Alles samen, hè, die 2 emmers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 soorten nu. Gaat je alles samen? Oh. Gaat je daar eens samen in doen? Ja, dat zijn we ze al. Dankjewel, jong. Dat was het zomaar. Ja, merci, jong. En hoe lang blijft het zo draaien? 10 minuten. En hoe weet je dat zelfs afgekoeld? Ja, goed, hè. Ah, je voelt dat. Dus eigenlijk gaat dat allemaal op smaak en voelen. Dat, en vliegen wat je doet. Er staat geen computer aan, hè. Dat is artisanaat. Dat is artisanaal, eigenlijk ambachtelijk. Ja, ambachtelijk. Ja. Oké. Dat is van Cuba, hè? Hoe? Cuba. Ja, dat erop staat ook, hè? Hawaii heet dat. Nee, Hawaii is dat. Ja. Ah, Hawaii. Oh ja, dat is waar. Ik dacht dat... Voilà, zo gaan we eindigen. Cuba. Hoe lang doet je dat al? Ja, levenslang zeker. Jij zelf, hè? Ik ben die papa. Ik doe nu 22 jaar. 22 jaar. Ja. Is dat ook onder 50, denk ik, hè? Nee? Ben je niet rond de 50 jaar? Nog niet. En die gaat je zelfs ergens inscheppen? Hier nog eens dat die bij me bij komen. Ah ja, oké. En dan gaat die zakken. En dat heeft deze zijn zaak. Laat me dat weten, dan film ik hoe die zak vindt. Oh, dat zijn allemaal dezelfde soorten koffie wat je niet maakt. Ja, dat zijn 2 soorten. 2 verschillende. Die kan ik niet gelijk veranderen, want dit is een heel klein bonus en dat is een grotere bonus. Ja, ja. Met die gelijker gaat deze zwart zijn en die bruin. Daarom moet je zelfs hier gemaakt. Ja, ja. Jij maakt jullie tot poeder hier. Hoe? Jullie maakt jullie tot poeder hier. Tot malen ook, als jij zegt. Tot malen hebben ook, ja. Maar zo instant koffie doen jullie niet? Instant niet, nee. Is dat waar, als je koffie proeft, dat er geen melk en suiker meer in zitten? Als je dat proeft, hè? In principe, koffie moet je zwart drinken. Melk en suiker is alleen nog als er niet lekker is, omdat het drinkt. Ah, oké. Waarom mag daar geen gsm aanstaan? Moet je uitzetten? Op de vallen van, kijk eens, als een paard dat je ophangt, kijk als ik mijn mens hier ben, ik ben een uitleg aan het geven. Ah, ja, ben ik op je geveld, dan moet ik onderbreken. Ah, ja. Bellen, hier krijg je ook je rondleiding.
Maar gelijk jij nu doet, kunnen mensen hier altijd komen kijken. Ah, oh, oké. Maar gaat jullie doen, laten we zakken? Nee, niks. Nee. Dat zal het wel zeggen. Oh, ja. Als die ruiten, dan deze kant erin laten. Hoe zeg je? Hier zitten steentjes in het koffie, dat kan je zo niet zien. En zelfs wordt die hier geduwd, wordt die opgezogen. En alles wat steentjes dat bij beneden liggen. Omdat het zwaarder is. Ja. Ja, ja, dat is ook met dingen ook, hè. Ik heb die zus meegemaakt, zie je? Daar zitten allemaal steentjes in. Maar dat lijkt toch op bonen, joh? Ja, dat zijn bonen, hè. Maar dat zijn steentjes, hè. Weet je? En hoe komt het dat ze dat... Laat het hoog en dus op de grond. En dat zijn de boontjes. En wat ga je met die bonen doen? Die bonen gaan, nee, die bonen gaan zelfs terug, hè. Die zijn goed, dus daarom dat ik dat zelfs uit zou. Dus dat is altijd steden bij. Altijd dat steden. Doen. Nee. Heel veel of een beetje? Niet dat ze dat echt... Het is wel een week, hè, ongeveer wat ik verhaal dat erin zit. Ah, oké. Niet dat ze dat expres doen om buts te maken, hè? Nee. Nu gaat je controleren. Ja, je ziet dat die nog... Ja, licht, lichte kleur hebben, ja. Heb je die gas harder gezet? Het is een klein beetje harder. Ah, dat kun je regelen, hè? En de graden is dat of wat? Of wat is dat? Of is dat de druk? Is dat de druk? De druk van de gasmeter. Hoeveel graden is dat daar binnen? Nu is dat hier. Oh ja. Hier boven 220 graden. Oh, en de kern van de koffer ongeveer 180. De kern is er binnenin. Ja, ja, dat is de kern van de koffer. Ja. Hoe is het bij die kameraadje waar je vroeger altijd mee omging? Die was ook zo lang als jij. Ja, Stefan. Oh, je ziet niet zo heel veel af en toe. Heb jij... Verschillende soorten bonen of zijn het allemaal dezelfde? Nee, dat is allemaal verschillend wat dit staat. Dus zware, lichte smaak, alles van Arabica. Allemaal, we hebben alleen maar Arabica. Dus Braziliaanse koffie, Colombiaanse koffie, Indonesische koffie, Costa Rica koffie. Ik vond het heel even... Maar ik kan ook filmen. Ja. En die moet je nog maken? Dat is zelfs zo'n mengeling die klaargemaakt hebben, dus die gaat er dan zelf en hoeveel kilo had je verwerken? Heb je alles verwerken? Nee, heb je alles verwerken? Nee, nee, nee. Wij branden juist wat we nodig hebben. Op bestelling. Ja, dus als je weer wat een volgeling nodig hebt, dat branden we nu. Ah, oké. Okay. En dat is van? Dat is de Braziliaanse. En die komen echt van Brazilië naar hier? Ja. Dat is nu van Ecuador. Deze zak. Dit is van India. En welke is beter van Colombia zeker? Hoe? Welke koffie is het beste? Nee, dat is heel afhankelijk. Maar van, waarom noemen ze dat Arabica? Dat is een soort van een plant. Maar dat komt toch niet van Arabië? Dat nee, wil ik zeggen. Nee, dat is een soort van een plant. Lekker je druiven hebt, heb je een pinot. Dat is allemaal verschillend. En dat is nu een Honduras. Maar jullie hebben alleen Arabica. Ja. En waarom? Want de kwaliteit is veel beter. Betere smaak en zo. Dat is allemaal zo'n beetje... Ik drink ook graag koffie, joh. Ja, dat is dan Papua Nieuw-Guinea. Dat zijn wat exclusievere koffies, dat zijn ook altijd van die schonere zakken. Ja, ja. Dat, je, dat is van Panama. Ja, van Panama, ja. En die voor de rechter heeft daar geleverd of is dat hier echt zo'n depot wat ze hebben? Dat gaat hier via invoeren, dus, hè. Ja. Dat is wat dit. En wat weegt zo'n zak? 60 kilo tot 70 kilo. 60, moet je die naar binnen dragen? Ja. Dat is gewoon, hè? Dat is gewoon, dat is een mooie, hè? Ja. Een olifantje. Ja, natuurlijk ook in een land. Zo kijken allemaal. Van Turkije niks, ja? Die hebben geen koffie, hè? Niet? Nee. Thee wel zeker, hè? Thee wel, maar geen koffie. En Marokko ook niet zeker? Nee. Alles rond de Evenaar. Evenaar is? Zo Afrika, en dan Midden-Amerika, Zuid-Amerika, een klein beetje. Peru, dat is zo wat het verste wat in Zuid-Amerika gaat. En daar groeien dus ook het beste. Doe maar op je gemak, joh. Maar buiten daar groeit geen koffie dan. Hoe? Dat is typisch koffie, typisch aan de Evenaar gelinkt. Ongeveer, hè, zo ja.
Die gaat je daarbij gieten nu, deze. Nee, dat is zo... Ah, waar is het? Dus waar dat rood is, komt koffie van? De rood is... Rood is Arabica, dat wit is Robusta, en dat lichtblauw is Robusta en Arabica. Ah, oké. Okay. Dan ga ik een foto van maken. Hij is de steen aan het halen. Als je dat van Turkije moest krijgen, hè, deden ze daar half steden en half bonen om mensen af te zetten. Echt waar, ik meen dat. Dan heb je nog eerlijke koffie aan de laatst. Had je steden hebben zien als je wilt, hè. Nee, nee. Allee, en dan heb je het nu... hè? Ja. Oké, bedankt. Goed, graag. Salut. Hij kan ze goed uitleggen naar stikken, hè? Aan drinken, zit je blij dat je daar melk en suiker en slag of een koekje en wafelje bij ligt. En waarom? Waarom? Om te verdoezelen wat in die tas komt. Als dat daarbij moet liggen, ja. Deugt dat er niet wat in de tas komt. En kijk naar koffiereclame op televisie, zit je meestal een klein kopje.
Een klein kopje. En wordt altijd puur geproefd. Altijd. Ja, ja. Kijk, en die koffies die daarin zitten, die verkopen wij. Maar ja, dat is wel de duurdere koffie. Dus een echte koffie moet je maar zonder melk en suiker drinken. Ah ja, koffie wordt niet gedronken met melk en suiker. Ja.